Dank jullie wel. Toon van Helfteren, net bondscoach af van het Nederlands team. Fantastische carrière gehad en vandaag bij de fanavond van Donar. Hoe was het? Leuk. Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik even moeten nadenken, ga ik daarheen? Ik ben net een dag terug uit Polen, van het nationaal team. Gelukkig heb ik besloten om wel te gaan. Het is te gek. Waar krijg je dit voor elkaar? Dat er 170 mensen afkomen op een vragenuurtje, zeg maar. Onder andere met de bondscoach. Heel goed. Ik zie het ergens anders niet voorkomen. Dus genieten. En dan zie je ook vragen vanuit de zaal komen dat er toch wel enige basketbalkennis zit hier, hè? Jazeker, maar dat is ook wel landelijk bekend, hoor. Dat is ook bij ons bekend. Kijk, weet je, als ik hier ben in de zaal zelf, via livestream zie je dat wat minder. Maar als je in de zaal zelf bent, dan zie je op een gegeven moment publiek ook reageren en positief reageren als er verdedigende acties gemaakt worden. Weet je wel, als bijvoorbeeld de 24 seconden verdedigd wordt door Donar, dan het publiek ziet dat, herkent dat en weet dat te waarderen. En het is bekend dat het publiek kennis van zaken heeft. Je bent bondscoach af nu, dus wat meer tijd om te golven en op vakantie te gaan? Ja, voorlopig zeer zeker. Ja. Het is, ik ga van de week voor de eerste vakantie en 2 weken naar de zon. Daarna wat golven, tweede helft van maart. En dan ga ik in april naar mijn oude vriend Sam Jones in Amerika. Toch, laatste vraag, heb ik het idee dat we jou echt nog wel weer terug gaan zien in de basketbalwereld? Als het aan mij ligt, ik kan er voorlopig nog geen genoeg van krijgen. Nee. Leon Kersten, journalist Leon Kersten, vandaag ook aanwezig bij de fanavond van Donar. Hoe heb je het ervaren? Ik vind het fantastisch, echt. De publiek in Donar leeft voor het basketbal. En het is heerlijk om over basketbal te praten, dus altijd goed. Een van de vragen die vanavond naar voren kwam, van hoe zie je de toekomst van het basketbal? En daar was jij, zeker wat het Nederlands betreft, een beetje sceptisch over, hè? Ja, er zit gewoon te weinig geld in de Nederlandse competitie. En er zitten een paar ploegen bij. Ja, is het Eredivisie waardig? Nou, ik stel maar even de vraag hardop. En ik zie het niet 1, 2, 3 snel beter worden. En ja, zonder geld komen we er niet. Met woorden halen we het niet. Dus er moet iets doorbroken worden. En ik zie het niet 1, 2, 3 doorbroken worden. Dus ja, vandaar mijn sceptische kant. Even terug naar de stand van zaken vandaag de dag. Leiden staat op 1, Donar staat op 4 met 2 verloren wedstrijden. Concrete vraag, wie wordt kampioen van Nederland? Nou, statistisch gezien, daar ben ik soms wel van, geef ik Donar een grote kans. Ik kan niet voorspellen wie de kampioen wordt. Er kan nog iemand geblesseerd raken. Als Leiden fit blijft, maken ze een goede kans. Maar hoe gaan die daar in een best of 5, best of 7 reeks met 5 man? Ik denk dat ze dat niet volhouden, maar dat denk ik het hele seizoen al. Donar kan zomaar op stoom komen. En play-offs zijn play-offs. Dat is gewoon iets anders dan competitie, want er wordt niks beslist in de competitie. Ik noem wel 2 namen, als je goed oplet. Ja. Heel goed, heel goed. En jij zorgt er dan ondertussen voor dat basketbal nog weer wat landelijke exposure krijgt in de media? Ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Ik heb de ingang bij de NOS natuurlijk. En ik doe mijn best. In ieder geval bedankt dat je vanavond was. Hartstikke leuk.